Welkom bij de eerste editie van Gildersgoud op film. Normaal gesproken zouden we nu in een zaal zitten met mensen die hun programma's zouden presenteren voor de aankomende maanden. Dat is natuurlijk nu allemaal anders. We doen nu een speciale editie waarin we wat dieper op het werk ingaan van wat wij inspirerende mensen vinden. De allereerste gast die we hebben uitgenodigd is Jarl Schulp. Hij is van Fiber. We gaan het gesprek onder andere hebben over instabiliteit, over grote thema's, over hoe je jezelf staande houdt, de culturele sector. Kortom, genoeg gesprekstof. Welkom Jarl. Dank je. Heel fijn dat je er bent, ook in deze tijd. Allereerst ben ik wel benieuwd, hoe zagen de afgelopen maanden voor jou eruit? Ah, erg uitdagend. Ik heb niks te klagen, laat ik zo zeggen, maar het was wel uitdagend. Vergeleken met wat ik om me heen heb gezien, wat de impact op de culturele sector is, maar ook de maatschappij, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik het vrij goed heb gehad. Ik heb het gevoel dat ik vrij bevoorrecht ben ook in deze wereld. En dat is ook zo. Maar misschien voor de kijkers thuis, hoe zag dat eruit? Want zat je op kantoor? Zat je juist thuis? Was het een soort van lockdown met heel veel online video-calls? Ik zat thuis. Zoontje van 5,5 ook, dus dat was even schakelen. Normaal heb je alles ingericht dat je werk gewoon helemaal werk is. En familie is er natuurlijk gewoon bij, maar dat heeft een hele goede balans. Dus die balans was gewoon helemaal weg. Nou heb ik wel gezien dat vrienden met 2 kinderen het even anders hebben. Maar goed, wij moesten opnieuw balanceren met z'n drieën. We hadden gewoon 1 groot geluk, is dat we hadden een festival in mei, dat is helaas niet doorgegaan. Dat was wel een grote impact natuurlijk, maar het programma was in die zin ook wat later op gang gekomen, waardoor we dus nog heel veel konden doorschuiven. Dus in die zin wat ik net zei, dat ik wat minder, en Fiber wat minder schade heeft geleden, is gewoon het simpele feit daarom. En dat voelde heel erg als een geluk voor ons, maar ook heftig als, om anderen te zien die een soort van 3 dagen voordat bevriende festival, 3 dagen voordat de lockdown opkomt. En je zegt nu gelijk Fiber. Ja. Kan je misschien uitleggen wat Fiber is? Want goed, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Je bent nu al 10 jaar bezig met het concept. Ja. Kan je kort uitleggen wat het is en ook hoe het zich ontwikkeld heeft? Ja, Fiber is een platform voor digitale cultuur, elektronische muziek en we noemen het een soort van audiovisuele performances. We zijn in 2008 gestart als soort van kind van de economische crisis. Toen veel mensen werkten in bureaus of deden masterstudies. We wilden net gaan beginnen aan een professionele carrière. En dat viel eigenlijk na de crisis een soort van helemaal uit elkaar. Er waren geen banen. Zelf verloor ik mijn baan vanuit een ontwerpbureau. En we gingen met z'n allen heel veel naar festivals. CTM, Transmediaal, Mutec, grote visuele cultuur en muziekfestivals. En we dachten van, nou, weet je, er mist eigenlijk een platform voor jong talent. En op dat moment, toen de crisis ook raakte, leek het alsof daar een enorme ruimte en enorme vraag voor was. Dus we hebben dat opgezet met een collectief. Ongeveer 10 jonge makers, ook mensen met marketing-communicatieachtergrond ook, programmeurs. En dat zijn dan programmeurs in de zin van niet de coders, programmamakers, maar de mensen die dus coderen op computer voor de duidelijkheid. Eigenlijk allebei, maar het is inderdaad veel mensen die met creative coding bezig zijn. Dus de artistieke toepassing van code binnen de kunst, performances, podiumkunsten. En wij waren begonnen omdat we eigenlijk een soort tussengebied vonden, precies dat ook dat creative coding, waarbij de beeldende kunst, de performatieve kunst en de computer sciences heet het eigenlijk, of de creatieve toepassing van computerprogrammeren, bij elkaar kwamen en een soort driehoek maakten waar heel interessante dingen in gebeurden. Dus programmeurs werkten samen met dansers, met muzikanten, live performances. En we zijn daar ingestapt en eigenlijk was ons eerste idee om een feest te organiseren met een tentoonstelling. Ja. Om die 2 werelden die we altijd los bezochten, dus de beeldende kunst en de clubcultuur, om die samen te brengen. Ja. En dat is eigenlijk uit de hand gelopen. En de eerste editie, zal ik onderbreken, was bij de verdieping, toch? In het was een verdieping in Trouw, in 2011. Dus we zijn opgericht in 2010, een soort van 2008 kwam de crisis. Toen heeft iedereen 1,5 jaar, 2 jaar geprobeerd om iets te vinden, dat lukte niet. In aanloop naar 2010 zijn we Fiber gestart. In 2011 was de eerste editie bij Trouw, inderdaad, in de verdieping. Ja. Met de verdieping als muziekplek en de ruimte daarnaast als grote tentoonstellingplek. En die ook tentoonstelling in de avond en nacht eigenlijk te bezichtigen is.
En dat wilden we dus. Die twee publieken, die wij heel vaak op die festivals samen zagen, bij elkaar brengen. De beeldende kunstbezoekers en de clubcultuur eigenlijk. Ja. En dan als we nou even door de tijd gaan. We spreken nu 2020. Dus ik kan me voorstellen dat ook, je hebt het nu over nachtcultuur, dat daar misschien begonnen was. Ik was nog een heel mooi interview met Ilko Couvreur in de DJ Broadcast. Ja. Ook, die zei van als quote, er mag ook gedanst worden. Ja, ja, exact. Ik kan me voorstellen, niet, je bent nog steeds heel jong van geest, maar ik kan me voorstellen dat ook gaandeweg het platform, het concept, ook van het is met jouw eigen ontwikkeling. Ja, nee, klopt. En je ziet ook dat je gewoon ouder wordt als organisatie. Ik bedoel, ik zeg, Fiber kan in die zin denk ik ook echt niet de hele rijkheid van de clubcultuur beslaan. Het is zeker veranderd. Er zijn heel veel jonge mensen ook weer bijgekomen. Die jonge mensen moeten ook een ruimte en een plek krijgen en die nemen ze ook. En ik vind dat Fiber ook daar eigenlijk gewoon constant ook op zich moet aanpassen. Ja. Dus als wij blijven doen wat wij willen doen, dan lijkt het me geen gezonde ontwikkeling om een ruimte te bieden voor een jonge, nieuwe generatie. Dus het is een constante aanpassing die je probeert te maken, ook op wat je ziet in de stad, maar ook internationaal en andere steden. En je probeert daar zo open en inclusief eigenlijk naar te kijken en daar plek voor te geven. Ja. Ik denk dat dat een constant... En kan je daar voorbeelden van geven? Want dit klinkt alsof we groot... En een van de mooiste quotes die ik over jou vond was dat je de ultimate bigger picture guy bent. Ben ik wel benieuwd wie dat gezegd heeft. Die kan je gewoon vinden op LinkedIn hoor. Dat is niet zo'n graafwerk nodig. Maar dat vond ik wel een hele mooie omschrijving van wie je bent. Want... ik denk dat je van de afstand kan kijken en vervolgens dat dan weer kan toepassen op je werk. Dus je kijkt echt naar grote thema's. En we leven natuurlijk nu in een tijd waarin heel veel dingen opnieuw worden bevraagd. Mm-hmm. Zijn er ook thema's die je nu ziet, of die nu meer aan het licht gekomen zijn, die je ook dan vervolgens weer invloed hebben op je werk? Ja, nee, zeker. Een van de grote thema's is nu natuurlijk onze verhouding met de planeet. Klimaatverandering is het grote vraagstuk van op het moment waar alle subthema's eigenlijk aan verbonden zijn. Klimaatverandering is het gevolg van een aantal systemische problemen, maar het is wel de grootste uitdaging. Daaronder liggen ook racisme, daaronder ligt koloniale geschiedenis. Er liggen heel veel subthema's onder. Thema's is eigenlijk misschien niet eens de goede benaming ervoor. Dat zijn onderwerpen waar wij ons bezig mee moeten houden. Als maatschappelijke organisatie, als culturele organisatie. Dus dat doen we ook. Ja, maar waarom is dat? Want ik kan me voorstellen dat in 2011 was het nog heel erg van je wilde kunst brengen naar het nachtleven. Even heel gechargeerd gezegd. Ja. En nu kijk je... En andersom. En andersom. Ja. En nu ben je bezig met die thema's. Dus het is niet per se, ik bedoel voor mij, niet een vanzelfsprekendheid. Nee, klopt. Het is ook geen vanzelfsprekendheid. Ik denk dat we die ook altijd moeten blijven uitleggen waarom we dat doen. En daar zit ook een grote uitdaging voor ons als organisatie. Om te vertellen waarom je eerst dat bent en nou dat bent geworden. Maar ik denk als culturele organisatie is dat belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Dat je ook niet vast blijft houden aan thema's die je 10 jaar geleden misschien behandelde. Ik moet zeggen, dat is geen waardeoordeel, maar ik vind dat vind ik belangrijk. Dat je jezelf die vrijheid mag geven en ook die urgentie om te blijven ontwikkelen. Ik vind dat wij, dat we nog steeds, de clubcultuur en de beeldende kunst nog steeds zijn, omdat we die koppelen eigenlijk aan deze thema's. Ja. Dus we hebben ze nooit verlaten. Wij behandelen die thema's door middel van performatieve acties, door middel van beeldende kunst. En juist de rol van de kunstenaar, ontwerper, performer, te bekijken binnen die thema's. Ja, maar vind je, want je bent nu heel netjes dat je niet een waardeoordeel uitspreekt over de rest van de culturele sector. Maar dat is voor mij een heel persoonlijke ontwikkeling van hoe jij kijkt naar de wereld en de verantwoordelijkheid die jij daarin neemt binnen je werk. Heb je het idee dat er een tendens is, dus dat naast hoe jij naar kijkt, dat er ook meer mensen zijn in de sector die hier ook nu met andere ogen naar kijken? Ja, absoluut. Ja, nee, er zijn heel veel andere festivals die ook met dezelfde thematieken bezig zijn. Allemaal vanuit hun eigen profiel met een andere invalshoek. Ja. Ik merk om me heen ook mensen die gewoon op persoonlijk vlak zijn begonnen om zich meer uit te spreken over zaken. Actiever te zijn in bepaalde bewegingen. Je ziet dat mensen ook het hele idee van activisme niet zo ver van je bedshow vinden meer eigenlijk. Komt ook door een jongere generatie die is opgestaan en heeft gezegd,
we moeten gewoon een aantal thema's gaan aanpakken. Ja. Daarmee zijn we de wat ouder inmiddels, zijn ook wel weer wakker geworden en zeggen van ja, we moeten ons gewoon aansluiten. Ja. Het is belachelijk dat we dat eigenlijk gewoon heel lang niet behandeld hebben. Ja. Maar, en als je die lijn nu doortrekt, denk je dat je zelf ooit echt voltijd activist wordt? Of ben je dat misschien eigenlijk al? Ja, dat is een goede vraag. Voor mij, ik heb in mijn programma altijd geprobeerd om complexe en moeilijke thema's aan te snijden, dus maatschappelijke thema's. Activisme gaat ook weer een stap verder natuurlijk, ook in die zin, dus dat je echt fysiek met je lichaam ook op straat bent en daarmee dus de physical presence. Maar je bent wel lid geworden van Extinction Rebellion? Ja, ik ben lid geworden van Extinction Rebellion. Die liggen wel soms op een kruispunt ergens, dus als je het hebt over fysiek naar een plek toe gaan. Klopt, dat ben ik geworden. Dat was voor mij ook een eerste stap om echt fysiek ergens aan bij te dragen. Ik heb ook andere activistische organisaties eerder bekeken en gekeken van wil ik me daarbij bij aansluiten. Ja. De stap naar Extinction Rebellion was dat ik dacht, ik wil op een gegeven moment op persoonlijk vlak, dus even los van wat we met Fiber doen, ook een stap maken en iets gaan doen. En op een gegeven moment kan je daar heel lang over na gaan denken, of je kan het gewoon gaan doen. En de hele idee van Extinction Rebellion was, er moet nu actie genomen worden. Dus dat, ik heb er gewoon ingestapt en ik heb gezegd, van, nou, dat ga ik ook gewoon doen. Ja. Ik ga gewoon beginnen, vooraan. Ik ga die organisatie contact opnemen. Dat was midden 2019. Voor de tweede Amsterdamse actie. Ze zijn in 2018 gestart. Ik zag ze al een tijd lang langskomen. En dacht van ja, wat is het eigenlijk interessant. Het was heel snel groeiend. Ja. En toen heb ik me aangesloten en gezegd van oké, we gaan. En toen heb ik met de eerste actie meegedaan ook. Voor het Rembrandt, Rijksmuseum. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kwamen er ook heel veel vragen naar boven. Dat ik dacht van oké, is dit voor mij de plek? Is dit voor mij de beweging? Ja. Maar het interessante is, als je erin zit, ga je die vragen dus behandelen en beantwoorden. Dus ik ben nog steeds aan het beetje aan het kijken van, ik zit nog steeds bij XR. Ik ben nu wat minder actief omdat gewoon met COVID-19 het wat meer op afstand gekomen is, omdat ik een aantal zaken eerst moest regelen. Wel heel veel bij de meetings geweest en meegesproken, maar soort van fysiek actief niet zo heel veel op het moment. We leven nu in de COVID-19 tijd en het grote thema in jouw werk is klimaatcrisis. Denk je dat deze periode juist negatief of positief uitpakt met hoe je kijkt naar het thema? Ja. Ik denk dat die voor ons als thema behandelen, wat die positief uitpakt, omdat er een aantal problemen in het systeem, het maatschappelijke systeem, het economische systeem, heel duidelijk zichtbaar zijn geworden nu. En dat dingen die lang uit zicht zijn gehouden, mensen zeggen, zie je, dat klopt wel. En die zijn ook gekoppeld aan de klimaatverandering. Dat er toch heel veel mogelijk ineens was met staatssteun, alleen dat die naar bepaalde sectoren ging en bijvoorbeeld niet naar de cultuursector of naar klimaatoplossingen. Ja. Dat de klimaatdingen heel snel geparkeerd zijn, terwijl je ziet dat er enorme transformaties gemaakt kunnen worden op een korte termijn. Ja. Dat betekent dat er maatschappelijk veranderd kan worden, maar er is geen wil. Precies, maar waar ligt dat dan aan? Want het gaat over politieke wil. Ja. Je hoort natuurlijk mensen nu zeggen we willen terug naar normaal. En dan krijg je natuurlijk de vraag van wat is dan het normaal en waarom zou je dat terug willen? Is er niet een andere manier? Maar hoe kijk je daar nou tegenaan? Want dat is wel weer de volgende stap natuurlijk. Van we gaan nu weer terug naar hoe het hier vroeger was. Ja, ik denk dat we... ik denk dat sowieso het hele verhaal over het nieuwe normaal vrij problematisch is in die zin. Want het is niet normaal waar we in terecht gekomen zijn. Het is voor heel veel mensen niet normaal. En de impact op heel veel mensen is verre van normaal. Als we weer teruggaan naar het oude normaal, denk ik dat het ook niet een goede stap is. Omdat daar zaten ook heel veel dingen in die niet klopten. Maar ik denk dat wat we moeten gaan leren is dat we deze pauze die we gehad hebben, die misschien wel wat voor heel veel mensen wat langer had mogen duren, echt als een soort adempauze en een denkpauze moeten nemen over, laten we niet teruggaan naar het oude, maar kijken van hoe komen we naar een nieuwe stap. Dus inderdaad heel praktisch, hoe gaan we toch echt die CO2 terugdringen? Maar ook hoe gaan we mensen aan de tafel krijgen die mee gaan praten over de klimaatoplossingen die niet in de westerse landen alleen zitten. Grotere, andere sociale thema's die nu behandeld kunnen worden. Dus ik denk dat in die zin het positief is, behalve dat er natuurlijk enorme economische schade is. Ja, want daar wil ik net over hebben, want ons publiek is voor een groot deel mensen uit de culturele sector. Heel veel mensen om me heen hebben het heel zwaar. Ja. En ik kan me voorstellen dat in nood dat je
misschien helemaal geen tijd hebt om na te denken over die grotere thema's. Ja, dat klinkt misschien als een zwakte bot. En ook naar jou persoonlijk. Ik kan me natuurlijk voorstellen van, en ook door jaren heen, ik weet wel eens dat je gezegd hebt van, het is heel moeilijk om het concept wat je in het leven hebt geroepen, om dat financieel duurzaam te maken. Hoe zet je dan ook zo'n continuïteit in je achtergrondverhaal? Hoe kan je dat waarborgen? Ja, ik moet trouwens even erbij zeggen nu dat ik ook wil duidelijk van hebben dat ik absoluut het ook negatief vind, de ontwikkeling die het met COVID, omdat ik gewoon zie wat het bij ons en de rest allemaal voor economische impact heeft, plus het verlies van banen, plus het verschuiven van grote festivals, musea die in de problemen komen. Dus laat dat echt voorop staan dat ik dat echt ook geen positieve ontwikkeling vind. Aan de themakant denk ik dat er wel een aantal mentale en een soort die adempauze, dat die heel belangrijk is geweest even. Maar hoe doe jij dat? Want ik kan me voorstellen van, je hebt natuurlijk al 10 jaar lang dit platform heb je opgezet. Ja. Niet alleen moet ik ook zeggen. Met een groep, die geven natuurlijk ook gewoon credit. Ja, absoluut. Met een groep heb je nu 10 jaar Fiber bij aan het runnen. En ik kan me heel goed voorstellen dat het ook heel moeilijk is om zo'n concept ook financieel levensvatbaar te houden. Maar hoe zorg je dan ervoor dat de continuïteit zit in die inhoudelijke lijn die je door wil zetten? Niet dat je een speelbal wordt van waar dan toevallig geld vandaan komt. Ja. Want je hebt nu wel over een keuze die je wil maken, specifiek ook dan voor Fiber 2020. Je wilt gaan hebben over het grote thema de klimaatcrisis en alle onderwerpen die daaraan verbonden zitten. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat als het financieel heel erg moeilijk wordt, dat je ook daar compromissen in moet sluiten. Hoe doe je dat? Laat ik eerst zeggen dat de compromissen zijn dat we zelf altijd heel erg veel geïnvesteerd hebben zelf. En dat is niet altijd in geld, maar veel in tijd. Dus de groep die Fiber heeft opgezet van het begin, die ook weer getransformeerd is 10 jaar met mensen die meer op afstand komen te zijn, die weer aangetrokken worden op het moment dat we ze nodig hebben of je gaat een bepaalde ontwikkeling door. Maar er is heel veel vanuit mensen zelf geïnvesteerd. Dus heel veel uren, heel veel kennis. En waar we nu staan is echt te danken aan die hele grote groep mensen die constant hun schouders eronder gezet hebben. En die echt zonder garanties dat ze daar dingen ook voor terugkregen soms. Dus dat moet ook echt gezegd worden. In die zin is het een investering geweest van een grote groep. Maar denk je dat dat misschien te weinig wordt gezien? Want we hebben natuurlijk nu over ook een lobby voor de culturele sector. En dat natuurlijk nu op een bepaalde manier geld wordt geïnvesteerd om alles weer draaiende te houden. Maar wordt dit gezien? Wordt de tijd waar ik het nu over heb, die mensen erin steken, wordt die gewaardeerd? Goeie vraag. Ik denk dat die wordt gewaardeerd in de cultuursector zelf. Ik denk dat die wel gezien wordt natuurlijk buiten de cultuursector. Daar zijn heel veel onderzoeken voor geweest. Dus alleen het ligt aan politieke keuze om daar investeringen op te doen. En om de waarde van cultuur, kunst ook als urgent en fundamenteel onderdeel van de maatschappij te zien. Je kan ook bijvoorbeeld denken van, ik zag laatst, ik ben even kwijt wie dit was, maar die zijn hele mooie mooie uitspraak eigenlijk, dat in Duitsland bijvoorbeeld cultuur wordt gezien als iets wat verbindt. En dat in Nederland door politieke partijen nog heel vaak cultuur wordt gezien als iets wat mensen verdeelt. Ja. En die samenbrengt, omdat het te moeilijk, te niche, te experimenteel is en heel veel in hokjes zit. En dat vond ik een hele duidelijke uitspraak waarover het cultureel veld gekeken wordt. Ja. Daarnaast denk ik dat het culturele veld een enorme innovatiekracht heeft om maatschappelijke thema's, veranderingen door te zetten en te agenderen. Ik denk dat er heel veel niet gezien wordt waar geld voor moet komen, absoluut. Ja, ja. Maar als er dan geld moet komen, kan ik me voorstellen dat het natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid ligt bij de sector zelf om dat dan duidelijk te maken. En dit is geen aanklacht naar de culturele sector toe, maar wat ik veel zie is de reflex om heel veel content gratis aan te bieden. Dus heel veel nu te vertalen naar online content. Maar dat er niet een sectorbrede lobby komt die echt laat zien waarom het zo belangrijk is. Wat jij ook onder andere doet. Ik denk dat er wel over de lobby is iets anders. Ik denk ook dat inderdaad, er wordt heel veel gezegd dat de lobby inderdaad beter kan. Maar goed, ik zit niet op het politieke niveau om daar uitspraken over te doen. Maar is dat nu misschien het juiste probleem? Want ik vind je wel een heel politiek werk maken.
Kom ik zo op. Ja. Ik denk even terug naar dat de sector daar zelf over moet. We hebben natuurlijk de Fair Practice Code nu. En die is mede, of groot gedeelte, nou laten we zeggen helemaal, door de sector opgezet. Maar wat je uiteindelijk ziet is dan dat er een enorme stap in de sector gemaakt worden over eerlijke betalingen, eerlijke, het volgen van cao's, eerlijke contracten. Dus echt jezelf goed sociaal en economisch organiseren. Naar je medewerkers, naar je kunstenaars, om een duurzame sector verder te ontwikkelen. Heel belangrijk. Ook naar onszelf zelfs, als dat je een interne duurzame organisatie hebt. Want als je jezelf niet intern goed duurzaam organiseert, kan je dat ook niet voor een ander zijn. Dus wat ik net zei, de investeringen die we heel lang gedaan hebben, moet je ook naar kijken, moeten we die op die manier nog wat doen? Moeten we dan niet minder gaan doen om gewoon jezelf beter te organiseren, dat je ook voor de ander beter kan zijn? Ja. Maar dan zie je dat is een fair practice, dat zo'n overheid uiteindelijk dan niet bijstapt. En dan zegt, wij gaan dat niet matchen wat we zouden gaan doen. Ja. De steunpakketten zijn dusdanig weinig en is er zoveel geld voor andere sectoren. Dat je kan zeggen van, moet de cultuursector zich nog meer gaan professionaliseren? Ja, misschien. En dat is eigenlijk een eufemisme, professionaliseren voor nog commerciëler te werk gaan, toch? Niet? Ja, nou ja, ik vraag me af, hoef je nog... Natuurlijk, iedereen is vrij om commercieel te gaan werken, maar er moet ook ruimte zijn voor experiment. Er moet ook ruimte zijn voor groei. En dat is niet allemaal zo direct te vertalen naar geld. We hebben altijd als een talentontwikkelingsorganisatie, of eigenlijk praten we nu tegenwoordig iets meer over talentondersteuning, omdat het traditionele talentontwikkeling wordt nu langdurig eigenlijk meer gezien. Dus wij technisch praten iets meer over talentondersteuning. Maar daar verdien je gewoon geen geld direct mee. En dat is ook niet de bedoeling. Ja. Het is de bedoeling om een sector te ontwikkelen en een generatie jonge mensen in de cultuur te laten opgroeien, die daarna een professionele en hoogwaardige culturele sector opleveren. Ja, daar moet je gewoon op investeren. Dat is gewoon zo. En daar moet je geld voor klaarzetten. Ik denk dat, zeker in de zin van fair practice, dat de stappen die gemaakt worden heel belangrijk zijn en we moeten gaan doen. Omdat hoe goed je het zelf ook organiseert, als je een code hebt om die te volgen, dan eik je eigenlijk jezelf aan die code. Dus dat is heel goed. Maar er moet ook aan de andere kant, aan de overheidskant, ook wel dan een stap tegemoet genomen worden. En zeggen, nou, wij zien dat, wij zien die ontwikkelingen, wij willen daarop investeren. En dat wordt voor mijn idee veel te weinig gedaan. En daar moeten we volgens mij nog meer aan gaan werken. En dan even heel positief gedacht, want als ik dan daarop verder ga, is dan nu niet juist de tijd om dit soort samenwerking met ook partijen die dan buiten, laat ik zeggen, de gebruikelijke paden liggen, om die dan nu aan te schieten? Ja, nee, zeker. Maar zij hebben het ook niet breed nu natuurlijk. Zij zitten ook met uitdagingen. En ik denk dat het ook niet moet zijn dat wat we missen op het vlak van experimentele, jonge cultuur, die misschien, en sowieso experimentele cultuur, die toch steeds moeilijker heeft om zichzelf te bedruipen en daar geld voor te vinden. Ik denk niet dat de stap is om daar privaat het volledig te gaan. Omdat ik denk dat dat die andere kant ook gesteund moet blijven worden. Ja. Dat die mix beter kan en interessanter kan voor onszelf, absoluut. Dus daar zijn we ook echt mee bezig. We hebben altijd in tijden van crisis geleefd eigenlijk. Van 2018 economische crisis, nu naar de COVID-19 crisis. Dus in 10 jaar tijd. Misschien ben je eigenlijk wel heel erg juist goed geoefend in deze situatie. Ja, we kunnen ons vrij goed aanpassen. Ja. Ook omdat we in die zin een kleine organisatie zijn. Hè. Dat moet ik heel duidelijk zeggen. Als je een grote organisatie hebt met veel overhead, panden, kan je dat niet zomaar. En wij zijn daarin kunnen wat meer schakelen. Ja. Dus ik denk dat wat ook deze COVID-19 geleerd heeft, is dat we naar al onze onderdelen kijken en zeggen van, nou, hoe kunnen we dit transformeren dat het nu wel werkt? Hoe kunnen we dat transformeren? Ja. En daarin denk ik dat we dat we daarin moeten blijven ontwikkelen en innoveren in die zin. En concreet, want we praten natuurlijk nu over Fiber 2020. Hoe ziet dat er nu uit? Want je bent verplaatst van mei nu naar september. Ja. Wat is er nu belangrijk binnen je programma en de uitdaging die je hierin ziet? Ja, nou, op dit moment zijn we bijvoorbeeld heel erg bezig met interdisciplinaire samenwerken. Met jonge kunstenaars die vanuit alle verschillende kanten komen. Dus grafisch ontwerpers,
Kunstenaars die werken met audiovisuele media, performers. Maar om ook samen te werken met jonge wetenschappers en filosofen. Om op die manier een soort interdisciplinaire labs te creëren waarbij je nieuwe werken ontwikkelt die op dit soort grote thema's instappen. Maar het zijn ook mensen die vanuit verschillende culturele achtergronden komen met verschillende uitdagingen. En zo krijg je dus samenkomsten die heel intensief samenwerken. Die voeden we ook met theoretische kennis, maar daar gaan we ook echt maken en ook field trips mee doen. En op die manier krijg je waanzinnige, rijke perspectieven en ook prototypes voor werken, die dus niet zo enkelzijdig antwoord geven op complexe thema's, ja, maar juist van heel verschillende kanten en vrij inclusief proberen antwoorden te geven of materialisaties te geven aan ideeën als klimaatverandering of sociale misstanden of het geloof in technologie als grote oplossing van maatschappelijke problemen. Ja. Eigenlijk zijn er drie onderdelen in ons festival. We hebben een groot workshop gedeelte waar we echt bijdragen aan het verbeteren van maakprocessen van jonge kunstenaars. Dus echt beroepspraktijk, ontwikkeling. Maar dat ze echt te gekke tools leren, bijzondere onderdelen. Dus dat is één deel, dat is echt meer het maken en het leergedeelte. Het tweede gedeelte is echt het performatieve gedeelte, dus ervaring. Je stapt een club binnen, er zijn belangrijke nieuwe performances die plaatsvinden van makers die urgent zijn, die van over de hele wereld komen, maar die ook uit de stad komen en die niet bekend zijn. Ja. En dan is het meer het theoretische verdiepende gedeelte, dat is de conferentie. En we zijn nu aan het kijken hoe we die onderdelen op kunnen aanpassen op de manier dat ze kunnen werken. Dus bijvoorbeeld aan de symposium, conferentiekant, de talks, gaan we werken waarschijnlijk met een misschien iets meer soort van talkshow setting. Dus ja, dat we een groot deel online kunnen doen, maar toch hoeveel mensen er weer bij mogen, ja, erbij kunnen doen. Maar een online publiek ook. Dus hopelijk dan zonder 1,5 meter afstand en met meer capaciteit. Ja, nou ja, die 1,5 meter blijft voorlopig nog wel eventjes. Dus we moeten eraan gaan denken van hoe kunnen we dat anders doen. Maar dat betekent dus ook dat je je format gaat aanpassen en ook je ruimtelijke presentatie misschien daar gaat aanpassen. Ja. Misschien gaan we meer over landschap praten waar mensen in zitten, ja, of verschillende hoogtes. Ja. Waardoor je toch iets interessants kan creëren en gelijk eigenlijk je hele idee van presentator publiek eigenlijk omgooit. Ja. De performance gedeelte zijn we nu aan het kijken online, maar we kunnen elke keer nieuwe stapjes zetten en zullen we kijken hoe kunnen we dan toch die fysieke ervaring van samen zijn performances doen. En de workshops gaan grotendeels online plaatsvinden, misschien met wat kleine dingen. Dus wat je doet is je pluist je hele programma eigenlijk uit elkaar en dan probeer je het eigenlijk weer in elkaar te zetten op een manier waar het werkt. De grote uitdaging is wel publieksinkomsten. Ja. Dat blijft een onmogelijke soort gedachte. Maar hoe bedoel je dat? Want je vraagt je af of mensen wel komen of niet. Nee, je mensen komen, ja, denk ik. Maar we moeten daar nog steeds heel hard voor werken. Maar ik denk dat we voor onze achterban en het publiek wat we normaal bereiken, denk ik dat we dat kunnen gaan bereiken. We zitten met grote concurrentie, want iedereen gaat wat doen natuurlijk in september. Ja. Maar daar moeten we hard voor werken en dat kan. Maar wat kan je mensen vragen om mee te doen in een online programma? Ja. Die kennis en de omgeving laat zien dat dat niet heel veel is. Wat is je capaciteit in een tentoonstelling? Dus dat zijn allemaal dingen. Je hele model waarop je je programma bouwde moet helemaal anders omgericht worden. En een artistiek gedreven organisatie heeft natuurlijk nog heel veel om te doen. Die kan zeggen, nou, we hebben thema's, we hebben nog steeds ervaringen die we mensen kunnen bieden. Maar je moet dat wel kunnen bekostigen. Ja. En die kant is natuurlijk nog een groot experiment. En daar zitten heel veel vragen in waar we nu helemaal geen antwoorden op vinden nog. En eigenlijk nog, we moeten het gaan doen. Ja. Dus ik denk dat het weer een grote investering is in die zin. Volgens mij is dat misschien wel de mooie conclusie van we gaan het gewoon doen en we moeten het gewoon uitvinden met z'n allen. En ook, zo dat ontbreekt, maar ons thema is instabiliteit, instability. Het gaat over de adaptatie van de maatschappij en de mens op een nieuwe wereld. Die niet voor de mens alleen is meer. Die grote vragen stelt over de relatie tussen mens, niet-mens, natuur, maar ook dieren, landschappen. Het gaat over anders denken over tijd. Ja. En daarin staat ook dat we gezegd hebben, als die omgeving instabiel is,
en ons thema is instabiliteit, dan moeten wij als organisatie ook gewoon experimenten aan gaan pakken en onszelf een instabiele omgeving geven om daarin te experimenteren. Dus je neemt instabiliteit nu heel letterlijk ook in je ja. model als ja. evenement zijnde. Die hebben we ook echt aangepakt, ja. Als afsluiter, heel fijn dat je hier kon zijn voor een fijn gesprek. Wat ik me nog afvroeg is, hoe hou je je mentaal fit in deze tijd? Heb je misschien tips voor content of misschien juist helemaal niet die je met ons zou willen delen? Als eerste bewegen. Ik ben zelf veel meer weer gaan bewegen achter die computer vandaan en veel meer stad in, landschap in, ook buiten de stad als het kan. Ja, dat levert gewoon heel veel op. Veel echt letterlijk ruimte in je hoofd. Daarnaast, ik heb een interessant boek gelezen van Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell, waarbij ze praat over de kracht van communities om zich aan te passen aan grote uitdagingen en hoe je in community vorm en het delen van kennis en ervaring in kleinschalige vormen verandering kan doorbrengen vanuit onmogelijke situaties. Heel inspirerend nu, denk ik, naar nieuwe vormen waar we op ons moeten gaan organiseren, binnen de cultuur en buiten de cultuur. Ander boek, wat ook degene die ook gaat terugkomen, het festival Holly Jane Buck, waarbij ze praat over after geoengineering. Geoengineering is de grote aanpassen van de planeet met technologische methodes. En zij kijkt van daarna, wat gebeurt er als we dat eigenlijk gedaan hebben? Dus dat geloof in technologie om deze problemen nu op te lossen, ja, dat is onhoudbaar. We moeten naar heel andere strategieën en methodes kijken. En dat boek is ook waanzinnig interessant om te kijken van, ja, wat gebeurt er dus eigenlijk na die crisissen of na die oplossingen die we nu allemaal op ons afkrijgen? Wat zijn de vergezichten voor de toekomst en hoe kun je je daar aan vastklampen of aan mee verhouden? En hoe kan je daar ook denken of programma op ontwikkelen? Ja, en als je deze boeken leest, dan krijg je ook een inkijkje in hoe jij Fiber navigeert. Dat zijn ja. absoluut inspiratiebronnen waar wij ons naar kijken en ook dingen weer vertalen. Dus soms misschien tastbaar maken, materialiseren en versimpelen misschien soms ja. ook. Ja. Oké, okay, dankjewel. We nemen deze tips mee. Voor Fiber 2020, dat vindt plaats op 24 tot 27 september. En informatie kan je vinden op www.fiberfestival.nl. Dankjewel.